Mi kan te gumo. Pak mi ap informatie. Dat de regering op dit moment bezig is. Om weer een grote lening aan te gaan voor Suriname. Jullie hebben allemaal gehoord over de deal, de lening met Oppenheimer. Voor zo'n deal dat het is? 550 miljoen Amerikaanse dollar. Dames en heren, ik kan u vandaag aangeven dat de informatie is dat de regering op dit moment bezig is met Oppenheimer. Om een lening tot 500 miljoen Amerikaanse dollars te gaan nemen. Dat is een zeer ernstige zaak. Omdat Kewe Lupu afvase PR-regerings door no-no IT-moon voor zijn verkiezing. Kan je een dergelijk besluit niet nemen. En Kondreman. Als het die regering lukt om deze lening te nemen, dan moet ik een lening naar Oppenheimer Wang voor de mogelijk 1 miljard Amerikaan dollar. En misschien kunnen een heleboel mensen zich niet voorstellen hoeveel geld dat is. Naar boel biggie money. Sadema Walemi. En nog erger. Wanneer wij dachten dat de afgelopen vergadering, de laatste vergadering van de Nationale Assemblee, was gericht om inderdaad die deal met de Alcoa af te handelen, dan kan ik u zeggen dat de vermoedens op dit moment zijn dat men keihard heeft gewerkt en dwars door alle adviezen van deskundigen heen. Dwars door die voorzitter van de Nationale Assemblee heen heeft men die deal doorgedrukt omdat men die dam wil hebben voor eind dit jaar. En waarom? Omdat de overweging op dit moment is om die dam als onderpand te plaatsen bij Oppenheimer Bank voor die 300 tot 500 miljoen Amerikaanse dollar. Dat is onacceptabel. Onacceptabel. Die KFD maakt de lening die zie. Dat betekent dat alle jaren zal Suriname ongeveer 100 miljoen Amerikaanse dollars moeten storten. Alleen aan rente. Je kan denken aan Tori dat die. Alleen aan rente. Dat betekent meer dan 800 miljoen SRB rente. Weet u wat wij met dat geld zouden kunnen doen? Al die problemen binnen het onderwijs, de gezondheidszorg, de infrastructuur, de veiligheid en dergelijke, zouden wij kunnen betalen met dat geld? En de grote zorg is, Tewe Luku a track record voor een regering. Nou, wie is de man kies 500 miljoen? Dan kan hij doen doen dat fos afverkiezing aan 500 miljoen klaar is en noemen ons afvangen. Dat is het gevaar waarin wij vandaag de dag zitten op dit moment. Lening op lening op lening op lening. Partijgenoten Konderman. Ik denk dat misschien ongebruikelijk, maar ik een oproep moet doen aan die president. En ik wil die president oproepen om dit pad te verlaten. U heeft nog 8 maanden te gaan. Bouwt u deze periode af. Stort u dit volk niet in een groter avontuur dan we al zijn. En we willen oproepen. Om wanneer hij denkt dat hij luistert naar adviseurs, dat de belangen enorm groot zijn. En als de tekenen zich niet doen bedriegen, of bijna meer kan dat naar zekerheid, dat dit de laatste maanden zijn van deze president, als president van de Republiek Suriname. En ik roep hem op om ervoor te zorgen dat hij, als Isaka Juntalek president, laat het niet zo zijn
dat het volk nog een zwaardere strop om haar neus heeft dan we op dit moment al hebben. No mek smap ik die vertellen dat je naar de NPS komt. Dat we stop pakket aan de soort zandati. De vredesma. Tide, ja zo met dat, de NPS door. Gaan wij door met die pakketten zolang de mensen dat nodig hebben. Want zij hebben niet ervoor gezorgd dat ze in deze situatie terecht zijn gekomen. Maar wat we wel gaan doen, is ervoor zorgen dat binnen 10 jaar we draaien konden op zo'n fasie dat de sma allemaal niet bakken in de zakka. En dat ze hun eigen pakketten kunnen gaan kopen. En niet afhankelijk zijn van die overheid. Dus, partijgenoten, noan seksekie no de, noan twijfel no de. We wakken bakken uw leider, we wakken bakken uw voorzitter. De structuur van partij moet zorgen dat den doet en plicht. En mika deso, dat kan leiding van Bijima loopt toe. 25 mei 2020. Wauw, moro betere deisa opo jisranang. Dank u wel.